Op zaterdag 27 juli vond in de tennishal in Eerste de generale repetitie plaats van de koninklijke harmonie Saint-Cécile voor een optreden in Kerkrooi. Luister nog een eerste vrije keuzewerk, Bachseits van componist Johannes Stert.
Ruim 24 uur later bleek de prolongatie van de wereldtitel in de concertafdeling op het WMC in Kerkhoi een feit voor Saint-Cécile. Bij toekomst in IJsden, wiet naar middernacht, wordt Saint-Cécile warm ontvangen door de vuile supporters en belangstellenden. In een rijen lood trokken de muzikanten naar het cultureel centrum om daar alvast hun overwinning flink te kon vieren. Mag je vooral een eerste reactie van de voorzitter? Enige grote euforie. We hebben er heel veel voor moeten doen in deze reis. We hebben heel hard gewerkt. En als de muzikanten en de dirigent en iedereen daar een beloning voor krijgt, de ultieme beloning, ja, dat is voor Saint-Cécile zo uniek. Dat is gewoon geweldig. Dus we gaan een feestje mogen. Ik was zo blij dat het afgelopen maanden gewoon een repetitie was. Ik geloof dat die jongen het zeggen lang heeft gedoord. Ja, was het echt. Jullie hebben later begonnen. Mensen nog. We zijn later begonnen en later opgehouden. Ja. Maar toen voelde ik iets wat eigenlijk heel bijzonder is. Namelijk dat ze met heel fijn mensen, met muzikanten, die elkaar aanvullen, die samen in de park maken. En ik kan dat niet vaker nog onderstrepen. Dat de kwaliteit van Saint-Cécile ligt niet aan die topsolisten, ligt ook aan wie wij met elkaar omgaan. En deze band, dat is zo ontstellend uniek. Als ik nu voor me kijk en ik zie zo ontzettend veel jonge mensen, het was al opmerkelijk 4 jaar geleden. En als ze die jonge orkest vergelijkt, er zitten allemaal routiniers en professionele mensen. Maar wij moeten het hebben van wat we samen delen. En dat heb ik deze morgen weer opnieuw gemerkt. Nou, een heleboel organisatorische zaken op BMC, ook prachtige muzikale dingen. Toen moest ik even bijkomen op deze morgen. En dat was hier. En dat heb ik de hele week doorgezet. En ik ben nou ontzettend blij met dit resultaat, omdat dit gegeven kunt goed. Het hart en de ziel van Saint-Cécile. Ik heb er van begin aan in geluisterd. Ik heb in u geluisterd. En jij wordt er ook echt vandaag heel erg top. Allemaal. Het was een prachtige tijd. De rest kunt morgen nog wel. Hiermee bedankt. We gaan tegen de regels in. We doen dat normaal nooit, maar dat mogen we deze keer wel doen, omdat vandaag er een speciale doorging werden. Willen we een cadeautje aan Jan Kover geven. En dat zijn een rijen. Normaal gesproken, als ik hier zo in de zaal zit, en dan sta ik niet daar ergens aan de kaart, dan komt er van het podium af en dan zwet er de luppen uit het buffet in, snapt ik dan een pot ook. En dan beginnen zich dan met het gezicht af te vegen. Eigenlijk heeft dat gaar geen gezicht. Op maandag 29 juli voor een rondgang door IJsden en een defilé bij het huidige gemeentehuis.
De Koninklijke Harmonie van Groenzaal, Schutterij Sint-Sebastianen Oost-Maland en de Jokheid van Kaaster liepen ook mee. De Koninklijke O-Harmonie van IJsden, die op enkele honderdste van punten na wereldkampioen in de eerste afdeling wordt, gaf acte de présence. Zij kregen van het publiek een extra luid en warm applaus. Een WMC om niet te vergeten. Ik stond zondag op en we waren wereldkampioen. En ik ging zondag of maandag naar bed en we waren wereldkampioen en vice wereldkampioen. Een chapeau aan IJsden, een chapeau hier aan de blauwe en aan de rode van IJsden. En ik denk dat het nu aan u is, voorzitter Anton Jansen, om de Nederlandse vlag te hijsen. Ik heb hem nog niet in de lucht gezet, dus ik wilde u aan het werk zetten om even de vlag te gaan hijsen. En dat is een symbolisch moment om ook te laten zien dat weer onze nationale trots rood boven blauw staat. En wat zegt die vlag nog meer? Die vlag zegt dat rood en blauw onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. En dat laat dit ook weer zien dat muziek verbindt, verbroedert. Normaal is het dan het Nederlands volkslied, maar dat denkt u allemaal erbij. Want we hebben helaas geen muzikale aanwezigheid hier. Ja? Hey! En het is mij een buitengewoon groot genoegen dat wij in een spoedzitting vandaag van BMW bijeen hebben besloten om jullie, Saint-Cécile, ambassadeur van de gemeente IJsden-Margraten te maken. En daaraan toe te kennen de eremedaille in goud van de nieuwe gemeente IJsden-Margraten. De eerste keer dat die wordt uitgereikt en de uitreiking zal plaatsvinden tijdens het Ceciliafeest. En tegen die achtergrond wil ik u zeggen, chapeau daarvoor dat u een waardige ambassadeur bent voor onze gemeente. En geef die klanken ook door
Het is niet alleen de bloesem van het zuiden, maar het zijn de muzikale klanken en de bloesem van het zuiden. En laat die prachtige tonen en die symfonische blaasmuziek ook over de hele wereld zien. Aansluitend aan het défilé vond in het cultureel centrum
een druk bezochte receptieplaats voor de wereldkampioen, de Roei van Eerste. Heel erg op prijs. En een fijne vakantie.